7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hoi allemaal, welkom bij onze livestream met niemand minder dan Merel Westrik. Gewoon je collega. Ja, mijn collega, journalist, presentatrice, maar ook, weten we allemaal, sinds zaterdag, ze is de mol. Ja. Ja. Hoe was je weekend? Het was een heel heftig weekend. Ja? Maar wel ongelooflijk leuk. Ja, het was echt ongelooflijk leuk. Het was super bijzonder om in het Vondelpark te staan met zoveel mensen. En het was ook echt heel bevrijdend om eindelijk te kunnen zeggen dat ik het was. Ja. Dat ik niet meer hoef te liegen tegen jou en tegen alle andere mensen op de redactie en zo. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Wie vond je het moeilijkst om te liegen? Nou, wat het moeilijkste is dat je de hele tijd een beetje alert moet zijn. Dus dat je de hele tijd moet nadenken over wat je zegt. Dus je mag eerst niet zeggen dat je hebt meegedaan, heel lang. Ja. Maar ik kwam terug van het laten knippen van mijn keelamandelen. En toen waren er toch mensen die dachten van ja, dat is toch een beetje wie is de mol tijd, mij. Dus die gingen toch allemaal lastige vragen stellen. Dus dan, daar moet je de hele tijd alert op zijn dat je niet iets weggeeft. Nee. En vervolgens dan mag je zeggen dat je hebt meegedaan. Maar dan mag je niet zeggen hoe lang je erin bent gebleven in het spel. Maar iedereen gaat vragen en stellen van hoe is het dan om je eentje terug te gaan in het vliegtuig? Terwijl ik heb dus niet in mijn eentje teruggezet in het vliegtuig. Maar dus mensen proberen toch best wel lastige vragen te stellen om toch achter antwoorden te komen. Ja. Wat ook weer heel leuk is, omdat het een spel is waar iedereen aan meespeelt. Ja, precies. Ja. En nou ja, er zijn mensen die kijken via Facebook. En mocht je vragen hebben aan Merel, dan kun je ze in de reacties stellen. En dan stel ik ze weer aan Merel. Ja. Er waren bij ons op de redactie natuurlijk ook allerlei mensen die dachten, ze is het niet. Maar er waren ook mensen die dachten, ze kan het niet zijn, want hoe kan je nou een mol zijn en ook een nieuwslezer? Ja. Ja. Nou, ik heb voordat ik hier aan meedeed, ben ik naar mijn hoofdredacteur gegaan, naar Harm, maar die ken jij ook. Ja. Toen heb ik gevraagd, Harm, mag ik hier aan meedoen? Het lijkt me een waanzinnig avontuur. Ja. Ik moet wel liegen, ik moet veel bedriegen en ik ga ook niet de waarheid altijd spreken. En toen zei hij, nou, mensen snappen dat heus wel. Ja. Dat Wie is de Mol is gewoon een spel waar je een aantal weken in zit en dat speel je met z'n allen. Ja. En dat speel je zo fanatiek mogelijk. Ja. En daarna heb je en ook nu nog niet gewoon meer liegen. Nee, nou, het is stoppen. Nu klaar. Het is nu klaar. Okay, daarnaast dan heb je in mijn werk lieg ik echt nooit. Nee, dat echt klopt. Nooit. Oké. Okay. Bovendien zit er een hele redactie achter die me kan controleren als ik iets wil zeggen wat niet klopt. Ja, heel goed. Inmiddels komen er wat vragen binnen, maar er is één ding waar ik toch mee wil beginnen, want ik zag het, ik vond het gek. Ik hoor in mijn omgeving dat iedereen draaft. Wat was er nou aan de hand met dat spel met die stokjes? Die pinnen uit het bord trekken. Met die pinnen uit het bord. Ja, wat ging daar mis? Nou, dat was echt een soort vlaag van verstandsverbijstering. Ja. Want ik had er natuurlijk als mol helemaal niets aan. Nee. Er zat een vrijstelling in het spel. Nou, daar had ik niks aan, dus ik hoefde hem niet te hebben. Maar ik was wel een beetje, dus ik dacht, nou, dan ga ik de ideale kandidaat uithangen. Dus ik ga onwijs hard tellen. Ja. En dan ga ik tellen voor wie die is. En dan ga ik proberen me op te stellen als soort van, nou, degene die het misschien kan winnen, het spel. Dan ging ik uitrekenen voor wie dan zou zijn en wat dan handig zou zijn. Maar ik was zo aan tellen en ik zat er zo in dat ik op een gegeven moment naar voren liep. Zo nog, dacht ik, Sarah, Merel, Niels, Sinan. En ik pakte wat en ik liep terug. En toen dacht ik in één keer, hé, wat heb ik nou gedaan? En toen schrok ik heel erg, omdat ik dacht, oh, misschien heb ik nu wel een spel verpest of zo. Ja. Maar je zag jou schrikken. Ja. En het is ook heel raar. Ja, het is ook een beetje vermoeidheid. Ja. En dat je denkt, wat gebeurt me? Ik weet helemaal niet meer wat ik aan het doen ben. Nee. Dus ik had even een soort kleine inzinking. Ja, nou, kan gebeuren. Ja. Ik heb een vraag van Jordi. Jordi. Nu je alle hints hebt teruggezien, hoe bang was je dat men je door zou hebben? Ben je daar bang voor geweest? Ja, ik ben er wel vaak bang voor geweest. Ja? Ja, want je voelt je de hele tijd, je bent de hele tijd, je weet van jezelf dat je het bent. Ja. Dus je denkt ook dat anderen zo naar je kijken. Ja. En anderen kijken natuurlijk ook, maar die kijken niet alleen naar jou, want ze kijken ook naar de rest. Maar ik ben wel bang geweest toen ik het labyrint uitkwam bijvoorbeeld. Ik dacht, als ze maar gaan fouilleren, dan ben ik erbij. En ik heb die avond gehad dat er geld uit mijn BH viel in de kamer. Toen dacht ik, als iemand dit gezien zou hebben, dan was ik ook gloeiend bij geweest. Nee. En je deelt toch kamers, dus het had gekund. Ja. Maar ik heb ook in die toek-toek, toen ik dat geld moest verwisselen in die envelop, dacht ik echt, nou, als Jamie nu uitstapt en gewoon boos wordt op mij, omdat ik niet opschiet, nou, dan ziet hij ook wat ik aan het doen ben. Ja. Dan ziet hij me in ieder geval iets heel verdachts doen. Ja. Ja, toch, ik heb hier een vraag van Annelies, want je nam ook best wel wat risico. Je zat in de bus met de Lonely Planet gids, schrijft zij. Ja. Was je niet bang dat iemand het toen al zou ontdekken? Nee, want ik had er wel over nagedacht. Want je krijgt op Schiphol te horen waar je heen gaat.
En dan trek je uit een envelop, trek je je ticket. En ja. je ziet wie je medekandidaten zijn. En dan staat er gewoon op je ticket, Colombia. Ja. Dus toen dacht ik, nou dan kan ik gewoon naar de ACO lopen en gewoon de Lonely Planet pakken. Ja, dat is waar. Ja. Oké, okay. dus daar dat, had je wel uit kunnen... Ja, daar had ik me wel uit kunnen redden. Ja. Dus ik had wel altijd een verhaal klaar. Ja, en heb je wel eens gehad dat je je per ongeluk versprak? Vraagt Vinci zich af? Nee, ik moest wel de hele tijd heel erg opletten dat ik mezelf ook als kandidaat zag. Ja. Dus dat ik niet zeg, dat ik niet te veel zou zeggen de andere of ja, de kandidaten. Ja. Dus dat ik mezelf niet in woorden in een andere rol zou plaatsen. Daar was ik wel heel alert op. Ja, want hoe werkt dat? Want zij, weet iedereen van de spelleiding wel dat jij de mol bent? De kandidatenbegeleiders, die weten op een gegeven moment dat ik de mol ben. Ja. Want je moet ook biechten. Dus je biecht als kandidaat, maar je biecht ook als mol. Ja. Dus die weten het eigenlijk al meteen. Ja. Dus daar kan je dan wel altijd terecht. Ja, dat lijkt me fijn. Oké. Even zien. Oh ja, een vraag van Daphne. Die vraagt zich af, er waren vogels te zien tussendoor in beeld. Waren die een geheime aanwijzing? Dat weet ik eigenlijk niet. Er waren wel heel veel mooie vogels in Colombia. Ja. Ik heb ook heel veel mooie vogels gezien. Ik weet niet of het een aanwijzing was, een duidelijke aanwijzing. Maar ik denk het eigenlijk stiekem wel. Ja. Want ik weet dat toen Suzanne Visser de mol was, toen waren er heel veel vissers en vissersbootjes te zien. Oh, ja. Dus ik denk wel dat het een aanwijzing was. Okay. Maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Het kan ook toeval zijn, maar er is natuurlijk heel veel natuur in dat land. En we hebben ook echt kraanvogels gezien en we hebben flamingo's gezien. Ja, en ze zijn er niet later aan toegevoegd. Nee, ze komen er echt voor. Ja. En Daantje die vraagt zich af, was jij liever kandidaat geweest in plaats van mol? Nee, ik wilde heel graag de mol zijn. Ja, omdat het zo uniek is, want je kan het spel en als kandidaat spelen en als mol. Dus je kan en heel erg je best doen en fanatiek zijn en meedoen aan opdrachten. Ja. En je kan de boel frustreren. Ja. Dus dat is eigenlijk fantastisch. Je kan twee rollen in één spelen. Nou ja, dat kan natuurlijk nooit. Nee. En was het toen je zei van nou ik ga meedoen aan de mol, was toen ook meteen duidelijk van jij wordt de mol? Nee, iedereen die meedoet krijgt een, dat heet een mollicitatie. Ja. Dus dan krijg je een gesprek met het programma. En dan zeggen ze, zou je eventueel de mol willen zijn? En zo ja, hoe zou je het aanpakken? En ben je stressbestendig? Ja. En hoe presteer je onder druk? Ja. En wat zou je tactiek zijn? En dan heb je een heel gesprek. Ja. En op basis van die gesprekken kiezen zij iemand uit. Okay. Dus je kan ook niet zeggen van, ik ga alleen mee als ik de mol ben. Ja. Dat kan niet. Nee. Okay. Dan zeggen ze, nou dan, dan kan je... Dan maar dat was een goede mollicitatie dus. Ik had een goede mollicitatie. Ja, want volgens mij zag je ook antwoorden daarin af en toe terug, toch? Dat je dan zei van, ik zou een goede mol zijn omdat... Ja, dat moet je in het begin, in de eerste biecht moet je dat allemaal vertellen. Waarom je dat goed zou kunnen. Ja, oké. Okay, nou, we gaan eens even kijken of we nog meer vragen. Zeker. Christian, die vraagt zich af, hadden jullie ook beveiliging tijdens jullie reis door Colombia of is het gewoon veilig? Nee, het is gewoon een veilig land. Maar we hadden natuurlijk wel heel veel mensen mee, van productie. We hadden we gingen heel veel met een bus, hadden we een buschauffeur en zo. En wat heel leuk was, dat was een soort van beveiliging. We kregen iemand mee, een soort fixer noem je dat, die heel goed Spaans kon en de weg in het land kent. En die vrouw die had een natuurreligie en die ging er ook voor zorgen dat het droog was op plekken waar we gingen filmen. En dan legde ze zouten kruisen op de grond met kaarsjes erbij. Oh. En dan riep ze de goden aan zo van we moeten hier filmen, dus hier moet het dan droog blijven. Oh wow. Dus zij regelde ook het weer. Het weer, dat was dus heerlijk. Ook een soort beveiliging was dat. Nou misschien kunnen ze hier af en toe ook... Dat was echt fantastisch. Ja. Marianne die vraagt zich af, was je zaterdag in de uitzending nog erg gespannen? Vond je het nog spannend? Ja, ik vond het wel spannend, want die puzzel werd op een gegeven moment in elkaar gelegd. Ja. En dan hoorde je klik, klik, klik. En op 4 moest ik in mijn hoofd, dus 4, stap, 5 het zeggen. Ja. Dus ik had op een gegeven moment boven op een zolderkamertje ergens in het Avalatrosgebouw had ik geoefend. Had ik dat filmpje aangezet en dan hoorde je het zo klik, klik, klik. En dan dacht ik, stap en dan zeggen. Ja. Maar dus en dat kan maar 1 keer. Ja. Dus daar was ik wel een beetje gespannen voor. Maar toen dat er eenmaal uit was, was ik wel klaar. Ja. Het wel weg. Ja, snap ik. Maaike vraagt zich af, heb je eenzame momenten gehad tijdens de opnames? Want je kan, Nou, dus ik zit even te denken of er één bepaald moment is. Nou, soms ging het heel slecht met de opdrachten. Dan werden mensen echt heel boos op elkaar. Ja. Dus op een gegeven moment staan wij bij de balkonnetjes met de serenadeopdracht.
En dan wordt Rick Paul echt heel boos op mij. Die zegt dan, jij dit. En dan keert de sfeer zo. Ja. Dat geeft je wel echt een naar gevoel. Ja. Dan denk je van, oké, ja, ik heb ook niet mijn best gedaan. Ik heb mijn boel lopen frustreren. Ja. Het is niet gelukt. Nee. En ik sta er eigenlijk een beetje om te lachen. Ja, ja, ja. Dus soms kan je je wel... soms kan je wel naar voelen. Ja. En wat ook soms eenzaam is, is dat... Bijvoorbeeld Jamie was dan mijn bondje. Maar die heeft echt op heel veel verschillende manieren geprobeerd erachter te komen of ik de mol was. Ja. Dan ging het ook vragen en zo. En op een gegeven moment denk je dan, oh, ik ben zo aan het liegen. En dan ga je je ook echt slecht voelen. Ja. Maar ja, het is, dan moet je altijd denken, ja, het is een spel. Het is een spel, oké. Mirjam die vraagt zich af, want iedereen heeft een mollenboekje waarin je een beetje bijhoudt hoe iedereen zich gedraagt. Nou, die had jij ook. Had ik ook, ja. Wat schreef je daarin op? Ja, gewoon alles. Gewoon precies hetzelfde als de kandidaten. Ja? Ja. Oh, wel? Ja, dus ik deed net alsof ik kandidaat was. Mm-hmm. Gewoon een ideale kandidaat. Ja. En ik ben natuurlijk journalist, dus iedereen zou van mij denken dat ik veel schrijf en dat ik veel opschrijf en dat ik veel ga checken. En dat deed ik ook. Ja. Ik probeerde me wel zo te gedragen dat het niet... Ja. Als ik niet zou schrijven, zou iedereen meteen denken, dat klopt echt van geen kant. Nee, snap. Dus ik schreef alles op. Wie had wat aan tijdens welke opdracht? Wie ging als eerste de bus in? Wie ging als laatste de bus in? Ja. Wie stond aan de linkerkant van de brug met een kist? Wie aan de rechterkant? Wie haalde een kist omhoog? Je schrijft alles op. En eigenlijk voor niks dus, in jouw geval. Eigenlijk voor niks, maar ook, je moet natuurlijk ook de test maken. Oh ja, tuurlijk. Dus je wil ook de test maken zoals de anderen maken. Dat als iemand tegen je zegt, wat heb jij ingevuld bij vraag 4? Dat jij denkt... Maakt geen reet uit wat ik invulde. Maar... Nee, dat je erover mee kan praten. Ja, ja, slim. Marloes die vraagt zich af. Aan wie heb je verteld dat je de mol was? Maar volgens mij... Mocht je dat aan iemand vertellen? Ja, dat mocht je wel aan iemand vertellen. Ik weet, af en toe weet ik niet meer hoeveel... Ik heb zoveel gelogen dat ik niet meer zo goed weet wat ik wie heb. Mijn moeder wist sowieso dat ik de mol was. Ja? Oh, dat lijkt me heel fijn dat je met haar nog een beetje... Ja, die wist het. Zij kent ook het spel? En, ook fan? Ja, die vindt het fantastisch om te kijken, Dus die wist het. Oké, dat is fijn. En dat was het dan? Dat was het. Ja. Oké, Albert, die vraagt zich af, omdat je het natuurlijk zo goed hebt gedaan, ga je nog iets doen met je acteertalenten? Nou, dit was eigenlijk mijn sollicitatie voor Goede Tijd, Slechte Tijd. Nou, ik hoop dat ze kijken. Even kijken. Albert, die vraagt zich af, zou je het... opnieuw doen? Zou je opnieuw meedoen aan Wie is de Mol? Ja, ik zou het zo weer doen. Ja? Ja, en dan zou ik weer tegen jullie liegen en zou ik zeggen, nou, nu moeten mijn keelman echt geknipt worden. Ja, heel goed. Nee, als je nog een keer mee mag, het zou helemaal te gek, zou ik helemaal te gek vinden. Ja. Helemaal te gek. Ja. Het is zo'n groot avontuur. Ja. Je schept zo'n ander wereldje naast je eigen... Wereld. Dat is zo... Ja, het is echt bijzonder om mee te maken. Ja. Femke die vraagt zich af, weet de presentator wie de Mol is? Rick kon ervoor kiezen om het te weten. Ja. En die heeft ervoor gekozen hij het niet wilde weten. Maar gedurende het spel kreeg hij het wel een beetje door. Ja? Ja, toen dacht hij op een gegeven moment, volgens mij... Ja. Ja. Oké. Okay. Petra vraagt zich af de dubbele executie. Toen jij die kaart trok, dat je de twee rode schermen kreeg. Was dat... Nee, dat was toeval. Ja. Want we moesten langs de... ik had natuurlijk geld kunnen pakken, want er lagen bedragen in... Ja. Een beetje kandidaat zou geld pakken. Maar ik was de mol, dus ik ging natuurlijk geen geld pakken. Ja. Dus ik heb een envelop gekozen. En daar zaten toevallig twee dubbele schermen. Nee, dat was toeval. Ja. Oh, ik zie hier trouwens de vraag over die pinnen. Yeah. Die je er dus uittrok. Waar dat misging. Misschien waren mensen toen nog niet erbij. Maar waarom ik dat deed? Ja, wat er daar toen gebeurd is. Oké, ik was alleen maar aan het tellen in mijn hoofd. Dus ik had daar niks te winnen als mol. Nee. Dus ik hoefde die vrijstelling helemaal niet te hebben. Het interesseerde me ook niet zoveel. Maar ik dacht, ik moet even de ideale kandidaat uithangen. Dus misschien ook wel de kandidaat die het spel gaat winnen. Dus ik moest wel goed tellen. Dus ik was aan het tellen. In mijn hoofd was hij Sarah, Merel, Niels, Sinan. Was hij voor Sinan geweest. En ik had het net een beetje door en uitgeteld. En ik loop naar het bord toe. En ik was nog steeds aan het tellen. En ik was ook een beetje moe. En daarvoor waren Jamie en Rick Paul naar huis gegaan volgens mij. Dus het was ook allemaal heftig. En ik pak een pin. En ik loop terug. En ik zie ze zo kijken naar me. Toen dacht ik echt, wat heb ik gedaan? Ja. Gewoon een vlaag van verstandsverbijstering. Gewoon een vlaag van verstandsverbijstering. Ja. Gewoon helemaal in het moment, door het tellen, door de warmte, weet ik veel, dat ik gewoon iets gepakt heb. Oké.
Ivar, die vraagt zich af, wie van de medekandidaten had jij een goede mol gevonden? Ja, iedereen had op een andere manier een goede mol kunnen zijn. Ja? Ja, Nikki had natuurlijk een super goede mol kunnen zijn. Ja, hoezo? Ja, gewoon met haar, ja, hoe ze is en met de make-up. Ja. En die had een goede mol kunnen zijn. Robert had natuurlijk een hele goede mol kunnen zijn, want die verdachte ook weinig mensen. Nee. Hele goedaardige man. Ja, iedereen had om eigen redenen een goede mol kunnen zijn. Ja, oké. Wat is je mooiste herinnering aan de eerste mol? Vraagt Annelotte zich af. Ja, een van mijn mooiste herinneringen was de was ophangen buiten in het dorp. Dat we daar naar binnen gingen en dan gingen we al die, mochten we al die huisjes in. En het eerste huisje waar Niels en ik naar binnen gingen, daar lag een omaatje te slapen aan de rechterkant en verderop op links lag nog een omaatje te slapen en achter in het bed lag een blind omaatje te slapen. En er deed een oma de deur open, dus die woonde met vier oma's in zo'n heel klein huisje. En wij mochten gewoon alles meenemen daar. Nou ja, we pakten ook wel een beetje af. Ja, alles was wel een beetje heftig. Maar iedereen was, ze waren allemaal zo lief. Ja. En ze pakten dan zo, en we liepen dan langs en dan pakten ze zo je hand. Ja, ja, dat was heel mooi om te zien. Ik vroeg me nog wel eens, hoe is het met die was ooit nog goed gekomen? Ja, hebben we allemaal netjes teruggebracht. Ja, het is allemaal gestreken, gewassen, allemaal teruggebracht. Oh, wat fijn. Maar bij Sarah bijvoorbeeld, mensen gingen gewoon de gordijnen van de muur halen om haar mee te geven. Ja, dat was heel lief. Ja, dat is toch en het was ook een mooi resultaat om te zien, die beelden. Ja, dus dat vond ik te gek. Ja, en het abzeilende waterval, dat vond ik ook waanzin. Ja. Zo mooi. Ja. Ja, dat was prachtig. Ja. Chantal, die vraagt zich af, heb je al je molacties zelf bedacht? Hoe gaat dat? Word je dan, worden die... Ja, sommige bedenk je ter plekke. Ja. Dus door opportunistisch te zijn in het moment. Je krijgt soms niet een instructie mee. Nee. Dan zeggen ze van, kijk maar. En dan kijk je gewoon in het moment wat je kan flikken, zeg maar. En soms krijg je van tevoren een duidelijke, althans dan weet je hoe het spel gaat. Ja. Dan weet je bijvoorbeeld bij Koffiepedia, die opdracht met de vragen, met de laptops en de antwoorden. Ja, dan weet je de vragen, dan weet je de juiste antwoorden. En dan kan je dus, als je fout antwoord hoort, kan je het lekker intikken. Ja. Dus dan doe je het een beetje zelf. Ja, dan weet je hoe het gaat. Ja, oh zo, En dan weet je dus ook, dan weet je ook wat een sleutelpositie is van tevoren. Dus dan weet je ook dat je die kan innemen. Ja, ja, duidelijk. Rick die vraagt zich af, wat vond je familie ervan dat je meedeed? Die vonden het heel leuk. Die hebben ongelooflijk van genoten. En iedere zaterdag gekeken. Ja. Want je zussen waren er ook bij. Mijn zussen waren er ook bij. En die hadden het ook niet helemaal. Nee, mijn ene zus zat op Nielson heel lang. En die switchte op het eind naar Sarah. En mijn andere zus zat op Sarah. Maar die zei ook, die wist het niet helemaal zeker. Nee. Want die zat eerst op Evie, toen op Evelien, toen op Nikki. En die gingen er natuurlijk allemaal één voor één uit. Ja. Ben jij, kijk jij, dat vraagt Albert zich af. Sinds wanneer kijk jij het programma? Ik heb het, de eerste keer dat ik het gezien heb, was ik echt een meisje van 12 of zo. 9, ik denk 10, 12. Ja. Presenteerde Angela Groothuis nog. Vond ik het super spannend. Ja. Om als kind dat programma te zien, toen was het, vond ik super spannend. Alleen al de gedachte dat er iemand zo'n spel aan het saboteren was op tv. Nou, dat vond ik waanzinnig. Toen heb ik een aantal, toen ik opgroeide, heb ik een aantal seizoenen niet gekeken. Maar ik zit even te denken, de afgelopen seizoen in Zuid-Afrika met Kees Tol heb ik gezien. Ik heb vorig jaar gekeken met Jan Versteeg als mol. En ik heb heel veel series teruggekeken. Ja, ook ter voorbereiding. En de afleveringen dit jaar, heb je die, ging je die samen met mensen terugkijken of hoe werkte dat? Volgens mij zat je af en toe ook hier te werken trouwens. Ja, klopt. Ik moest af en toe werken. En soms kon ik eerder naar huis en dan reed ik naar het Vondel CS in Amsterdam. En dan kon ik met de andere kandidaten konden we dan de uitzending kijken. Oh ja, leuk, leuk. Via Instagram komt ook een vraag binnen. En die wordt trouwens veel gesteld, zie ik hier. Wat vond je de spannendste opdracht? Spannend vond ik. Bananenplantage vond ik wel heel spannend. Ja. Ook omdat ik daar echt hard aan het werk was. Ja. Om eerst die linten eraf te halen. Toen die trossen, die greppen. In. Dat was ook wel een beetje dat ik dacht van als iemand nu komt kijken. Dan wat jij aan het doen bent, heb je geen excuus. Nee, dan heb ik geen excuus. Dan kom ik net uit die greppel lopen, helm bezweet, met minder trossen bananen. Ja. Dat vond ik wel spannend. En omdat ik dus, het geld bleek dus in die kokertjes in die dingen helemaal te hangen. Ja, daar baalde ik heel van dat er heel veel waren aangekomen. Ze hadden echt heel erg pech. En dat ik toen mijne ging laten hangen. Zo van, waar zitten ze dan? Ja, ik zeg, het kan ook zijn, ze zien dat ze er niet op zitten. Ik zei, oh. Ja, toen dacht ik ook wel,
Ja. Als ik nu gesnapt word, dan ben ik er ook gloeiend bij. Ja. Je denkt sowieso heel vaak, ik ben er bijna gloeiend bij. Ja, maar het ging goed. Ja. En wat vond je de leukste opdracht? Dat vraag ik ook van mensen. Ja, de was ophangen vond ik te gek. Ja, dat zei je. Ja, dat zei ik net al. Dat vond ik echt een... Dat was gewoon fantastisch om binnen te mogen komen in de huis van die mensen in dat dorp. Hoe ze echt, al die kleine kindjes, die kwamen op een gegeven moment met een hele stapel wasgoed. Mm-hmm. En kwamen het zo geven aan je. Ja. En onwijs veel lol gehad. Ja. En ik ging op een gegeven moment een natte was van de bovenburen. Was ik zo aan het pikken met een stok. Ja. Ook onwijs veel lol gehad. Ja. Ja, en het abseilen in de waterval vond ik prachtig. Ja. Maar een bananenplantage. Ik kijk nooit meer normaal naar een tros bananen. Ik denk echt alleen maar, jee, wat moet je hard werken voor een tros bananen. Ja, het is echt ongelooflijk dat bananen zo goedkoop zijn. Ja. Oké. Sanne die vraagt zich af, krijgt de mol het geld dat uit de pot is gehouden? Nee. Er is maar één iemand die geld krijgt en dat is de winnaar van de mol. Ja, en die wint de pot. Die wint de pot. Ja. Gewoon... Ja. Was het maar zo. Ja, hey, je had een goede. Had ik toch 37.000 euro verdiend. Oh, wauw. Ja. Gerda die vraagt zich af, heb je van de omgeving kunnen genieten van Columbia? Want ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk best gefocust. Ja. Maar... Nee, ik heb er ongelooflijk van genoten. Ja? Ja, het was zo mooi. We zaten heel vaak in een bus. En dan reden we echt door stukken regenwoud en door de bergen. En dan, ja, je ziet echt een enorme... Ja, je ziet gewoon allemaal dingen die je als kamerplant kent. Zie je daar, zeg maar, keer 24. Mm-hmm. Ja. Bloemen, bomen, vogels. Ik heb apen gezien. Grote leguanen in bomen. Echt talrijke vogels. Vlinders, schitterend. Over dieren gesproken, Kevin, die vraagt zich af, hoe is het met je hond? Ja, heel goed. Het is er één. En ze heet Mudley. En het is een schat van een dier. Het gaat heel goed met haar. Ja. Had ze je gemist? Ja, ze heeft me wel gemist. Oh. Ja, ze sprong een gat in de lucht toen ik weer terug was. Fijn. Maar dat doet ze altijd als ze me ziet. Ik had ze echt met vier poten omhoog van de grond. Echt, oh, mooi. Nooit. Mag ik nog het nieuws lezen, Harm? Nee. Nee. Dat was onze hoofdredacteur. Dat is de hoofdredacteur. Ik zit net nog te vertellen dat hij het allemaal prima vond. Ja, nou, ik moet het zo misschien nog eventjes... Ik moet zo misschien nog op gesprek komen. Dit was onze hoofdredacteur. Ik heb nog een vraag van Nicole. Die vraagt zich af, heb je nog contact met de andere kandidaten? Ja, heel veel. Want het was echt een ongelooflijk gezellige groep, vond ik. Met allemaal bijzondere mensen erin. Mm-hmm. Dus ik drink nog regelmatig een kop koffie met Jamie. Ik ben Rick Paul iedere week tegengekomen. Ja? Ik app met Nikki en met Evelien. Oh, en Evi spreek ik op Instagram. Ja, dus we hebben echt best een wel band. Echt wel veel contact. We gaan binnenkort naar de theatertour van Robert met z'n allen. Oh, wat leuk! Dus we hebben zelfs een soort uitjes al. In het begin dacht ik altijd, het is zo raar dat die mensen van wie ze mond zo klef met elkaar worden na afloop. Vond ik altijd een beetje gek. Ja. En nu snap ik het. Ja. Want je zit in zo'n bubbel. Ja. Je wordt zo snel bevriend. En er zijn ook maar een paar mensen die begrepen hoe het daar was. Ja, en dat zijn zij. Ja, leuk. Ja. Petra die zegt dat ze het heel lief vond van de gedroogde bloemen die je voor de andere kandidaten had gemaakt. Wat is jouw favoriete bloem, wil ze weten? Mijn favoriete bloem is Latyrus. Latyrus? Ja, het is heel mooi. Dat zie je. Het is nu niet te verkrijgen. Het is een heel klein teer bloemetje. Kan niet tegen de wind. Nee. Mag je ook nooit op de wind zetten. Moet altijd op een klein laagje water. Zo'n heel dun. Het is een soort... Ja, het groeit in het wild ook tegen hekjes aan. Je hebt het in licht paars, licht roze, wit, rood. Ja. En als zo meteen weer lente is, dan zie je het verschijnen in de bloemenstal. Zeg nog één keer hoe die heet. Zo groot. Latyrus. Latyrus, oké. En het ruikt lekker. Oké. Niet normaal. Een soort citroen. Ja. Heerlijk. Oké. Marlies die vraagt zich af, zaten er hints in de kleding die je droeg? Of dat je vier vingers deed op de foto, wat je wel eens deed nee. bij... Nee, ja, ik stond wel zo, met mijn hand stond ik wel eens dan zo in mijn broek. Oh, ja. Ja, maar dat is echt toeval. Oké. Okay. Ja, en er zaten ook geen hints in mijn kleren. Oké. Okay. Nee. Nee, behalve die ene toen met die Jenga of... Dit was wel, dat was wel een hint. Ja, die heeft niemand verder opgepikt. Verder niemand gezien. Olga die vraagt zich af, mocht je je telefoon meenemen tijdens de opnames? Nee. Nee. Ochtends je telefoon inleveren en die mocht je s'avonds weer een keer ophalen. Ja, en dan mocht je wel even contact hebben met... mocht je even contact hebben met thuis. Ja, Lieke die vraagt zich af, heb je je laten inspireren door een oud mol? Nee, ik heb wel anders de uitzendingen teruggezien. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld naar die met Kees Tol, weet je wel. Dan zit ik toch te kijken en dan denk ik van, het is hij koelbloedig. Ja. Maar...
Ja, ik denk, ik heb heel veel teruggekeken, heel veel uitzendingen teruggekeken. Je laat je altijd wel een beetje inspireren. Ja. Maar je zit vooral te kijken naar wat ze doen op momenten dat het moeilijk wordt. Ja. En daarin delen we denk ik allemaal wel één ding. Op het moment dat de druk echt hoog is, mm-hmm. en het wordt echt... iedereen wordt nerveus en zenuwachtig en de druk wordt opgevoerd. En dan worden wij kalmer. Want ja. Ik word dan ook, ja. ook op het nieuws, maar dan, ik word dan ook altijd kalmer. Ja. Ik denk, oké, nu is er paniek, dan word ik rustig. Ja. Dus dat werkte heel, ja. dat kon ik goed inzetten. Ja, mooi. Marina die vraagt zich af, had je achteraf gezien nog meer kunnen mollen? Denk je bij sommige dingen, ik ben te voorzichtig geweest? Nou, in het begin ben ik wel echt voorzichtig geweest. Ja. Ook omdat ik dacht... Ik moet eerst de groep leren kennen, ze moeten me eerst vertrouwen, ze moeten me eerst zien als iemand die echt kandidaat is. Mm-hmm. Dus ik moet eigenlijk een beetje uit hun gedachten weg als mol, als potentiële mol. Dus in het begin heb ik echt geld verdiend en heb ik ook geprobeerd om zeg maar, die mindset zo te creëren dat ze zouden denken van oh, dat is wel echt een goede kandidaat. Ja. Dus in het begin had ik meer kunnen mollen, maar dan was de kans groter geweest ook dat ik ontdekt zou worden. Ja. Ja, het is slim, denk ik. Slimme tactiek. Ja, toch? Een beetje het vertrouwen winnen. Ja. Oké, Ton die vraagt zich nog af hoe de mensen waren in Colombia. Want je vertelde toen in die straat heel lief. En, want je kwam natuurlijk ook op veel verlatenere plekken. Maar hoe waren ze daar? Ja, heel gastvrij. Ja. Heel hartelijk. Altijd in voor een praatje. Ja. Mensen hebben daar heel weinig, leven ook van heel weinig, maar zijn meteen bereid om iets met je te delen. Ja. Super schattig. Ja. Stellen meteen een deur voor je open. Ja. Ik vond het hele fijne mensen. Ja, oh mooi. Het is lekker zo'n buitenleefcultuur, weet je. Ja. Iedereen zit zo voor op zijn bankje voor zijn huisje, zalig. Heerlijk. Ja. Ja, dan zit je hier nu weer binnen. Ja, maar ja, wel met allemaal fantastische journalisten om me heen. En met hele leuke collega's. Ja, dat is zeker waar. Ik denk dat het bof komt, toch? Ja, zeker. Ik ga naar een van de laatste vragen. Tonneke die vraagt zich af, want je vertelt eigenlijk van het liefste wilde ik de mol zijn. Ja. Waarom wilde je zo graag die mol zijn? Ja, vooral omdat je dan twee rollen kan spelen. Ja. En als kandidaat en als bedrieger. Ja. En dat is een unieke kans. Want wanneer kan je nou in je leven zo twee rollen spelen? Ja. Nee. Ja, dus ik dacht, dat is ideaal. Dan maak ik het meest mee. Mm-hmm. Ja, oké. Hoe vond je alle theorieën op social media? Oh ja. Heel grappig. Ja? Ja, op de eerste groepsfoto. Even kijken, wie stelt die vraag? Oh, Luna. Luna. Op de eerste groepsfoto staat er toch een standbeeld en dat wijst zo naar mij. Ja? Ja, dat vond ik ook. Ja. Ja, en die vogels. Ja, ik heb er echt... Wat ongelooflijk leuk is dat iedereen zo aan het meepuzzelen is. Nou, dat is echt... En waar mensen hints in zitten. Ik kwam op een gegeven moment hier de studio in, had ik een rood pak aan. Ja. En we hadden Janneke. Janneke zit, die doet altijd de outcue in de studio. En die zei tegen me... Oh nee, ga je eruit volgende week? Omdat ik een rood pak aan had. Oh. Dus monoten zien overal aanwijzingen. Is fantastisch. Ja. Had ik een foto gepost hier, zo de groene schermen van de studio. Ja. Ze is de mol, ze is de mol. Ze maakt alleen maar foto's met groen erin. Ja, ja, duidelijk. Nee. Er is toch nog een vraag die vaak wordt gesteld. Die buis in het gras. Heb jij die buis in het gras gelegd? Nee. Dat was bij de opdracht met die... Dat was met die puzzel die we in elkaar moesten zetten. Ja. En die we het over die stangen moesten doen. Wie heeft dat nou gedaan? Was dat niet Niels? Ja, die was wel aan het sjouwen met al die dingen. Was het Niels. Ja, oké. Was je bang dat mensen de hint in de leader zouden doorhebben? Danny vraagt, ik zal hem even herhalen. Was je bang dat mensen de hint in de leader zouden doorhebben? Want even, wat voor hint was dat? Ik neem aan dat hij bedoelt de foto. Ja. Bedoelt hij die foto die in elkaar gezet wordt? Dat denk ik. Daar was ik niet bang voor. Of al die vogels die voorbij komen ook in de leader. Nee, daar ben ik ook eigenlijk niet bang voor geweest. Nee. Oké. Remco, die vraagt zich af. Wie van je RTL-collega's zou een goede mol of kandidaat zijn? Wie van mijn RTL-collega's? Kijk meteen even om me heen. Ja, ik denk dat heel veel collega's zijn wel... Er beginnen wat mensen naar zichzelf te wijzen. Zijn regisseurs die nou zeggen, ik? Ja, Bart Reijnen. Ja. Ja, ik denk dat... Kijk, journalisten zijn natuurlijk altijd een beetje chameleons. Ja. Want die passen zich heel erg aan. Ja. Aan de mensen met wie ze praten. Ja. En je moet van alles een beetje verstand hebben. Ja. Dus je bent al een beetje een chameleon. Dus ik denk dat bij uitstek op nieuwsredacties best wel veel goede mollen te vinden zouden zijn. Ja. Ja. Oké. Jordi die vraagt zich af. Wisten Niels en Sarah
in Colombia al dat jij de mol was? We hebben in Colombia wel opgenomen dat ik de mol was. Ja. Dus dat wisten ze. Ja. Daar moesten ze dan over zwijgen. Oh, ja, ja, ja. Maar we wisten nog niet wie er gewonnen had. Oh, tuurlijk, ja. Ja. Oké. Anne, die vraagt zich af, heb je er ooit aan gedacht om geld uit de pot te stelen? Dit omdat je met Sarah, de penningmeester, op de kamer sliep. Nee, heb ik niet, nee. Nee, dat gaat ook misschien te ver. Ja. Hij vindt het ook te eng. Ja. Want als ik dat zou doen, dan... Ja, want wat vond je van die actie van Nielson met die joker? Dat hij die joker pikte van Evelien en terug heeft gezet in elkaar en terug naar het tas heeft gedaan. Ja, ik vond het wel een spannende actie. Maar ik hoorde dus vanavond pas aan tafel dat Evelien mij en Jamie daar de hele tijd van verdacht. Ja, dat... Op zaterdag hoorde je dat. Ja, dat hoorde ik het voor het eerst. Ja, ze was heel boos. En dat klopt, want Jamie had tegen mij gezegd, pik al die jokers, pik al die jokers. En ik moet eerlijk zeggen, als hij had gezegd, ga nu die jokers pikken, dan had ik ook meegegaan. Ja. Had ik ook gedaan. Ja. Want ja, het is een spel en het is soms echt een beetje een... het kan. Ja. Ja, en ik denk ook dat als Evelien één joker op 20 vragen. Ja. Dus ze was denk ik sowieso al naar huis gegaan. Maar het was nooit zijn bedoeling voor Niels dat zij eruit zou gaan daardoor. Maar wel een... Of misschien wel, want hoe minder kandidaten, hoe beter. Voor het blijft hem. Een spel. Ja, je speelt elkaar weg. Ja. Justin die vraagt zich af, voor welke kandidaat was je het meest bang dat ze door zouden hebben? Voor welke kandidaat was je het meest bang dat ze door zouden hebben? Ik had op een gegeven moment geld in mijn tas verstopt. En toen sliep ik op de kamer nog bij Jamie. Toen dacht ik wel van, als hij in mijn spullen gaat zitten, dan ziet hij het. Ja. Niels was me altijd heel erg aan het controleren. Wij waren altijd heel fel met elkaar. We hebben wel een paar keer ook echt ruzie gehad. Ja, is niet in de uitzending gekomen, maar wel een paar keer echt ruzie gehad. Maar over het spel? Ja, ook. Over hoe die vond dat ik het deed. En, en dan ging ik vervolgens vertellen hoe ik vond dat hij het deed. Dan zei ik, sorry hoor, ik breng alleen maar geld binnen en jij zit alleen maar commentaar te leveren. En dan hadden we echt ruzie. Vond hij dat ik niet genoeg mijn best deed, terwijl ik dacht dat hij niet genoeg zijn best deed. Ja. En hij ging altijd voor het geld, hè? Ja. Niels ging altijd voor het geld, koos altijd voor het geld. Ja. Eén keer geloof ik niet, toen met die drie jokers in de 1-op-1. Maar hij koos bijna altijd voor het geld, dus dat maakte hem ook dat ik dacht, hij is zo kandidaat. Ja. Dat, dus daar was ik wel bang voor dat hij me zou ontdekken. Ja, ja. Via Instagram komt ook een vraag binnen. Hoeveel dagen moest je het geheim houden? Weet je dat ongeveer? Het programma is ergens in mei opgenomen, meen ik. Dus mei, dus juni, juli, augustus, september, oktober, november, december, januari, februari, maart. Ja. Nou, we zijn echt bijna, 9,5 maanden verder. Ja. Ja, heftig. Dat is best lang. Ja. Ja. En want je werd zondagochtend wakker en toen was het gewoon het geheim weg. Ja. Ja. Hoe? Ja, heerlijk. Ja. Ja, ik ben echt opgelucht. Ja. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ik was er ook wel aan toe, moet ik zeggen. Ja. Op een gegeven moment is het zo lang een geheim en dan is het ook gewoon goed dat het eruit is. Heb je geen zwart gat? Nee, althans tot op heden niet. Nee. Het gaat heel goed. Mooi, mooi, mooi. Even kijken. Oh, hier, ook via Instagram. Hoeveel leugens heb je verteld tegen je familie en vrienden voordat je meeging naar Colombia? Nou, ik ging bijvoorbeeld eerst tegen mijn zussen zeggen dat ik op vakantie zou gaan. Ja. Ik had tegen mijn collega's op werk gezegd dat ik mijn keelamandelen geknipt zouden worden. Toen later dacht ik, vakantie. Gingen ze me allemaal vragen waar ik dan naartoe zou gaan. Ik dacht, Toen dacht ik ook, ik moet het gewoon zeggen. Ja. Toen zei ik, je moet echt je mond houden, maar ik ga dit en dit doen. Ja. Maar ik wel om vrienden eromheen ging ik zeggen dat ik gewoon 3 weken op vakantie was. Ja. En tegen mijn vader heb ik gezegd dat ik de correspondent in Zuid-Amerika ging opzoeken. Oh, van RTL Nieuws. Ja. En die wist het ook dat je kwam? Nee. Oh. Nee, ik zei nee. Het is vooral risico. Heel leuk, ik ga naar Sandra Korsjes. En die is het correspondent in Zuid-Amerika. Ja. Oké. Even zien. Garda, die vroeg, droeg je expres veel broeken om dingen in te kunnen verstoppen? Ja, en ik hou van broeken. Ik hou niet van jurken en rokjes. Ja. Dus ik draag graag broeken. Ja. Maar het is heel handig om zakken te hebben. Ja, ja dat snap ik. Dus dat deed ik wel expres. Oké. Okay. Ja. Sabine die vraagt, was je emotioneel na de bekendmaking zaterdag? Ja, ik had wel echt ontlading. Ja? Ja, er viel wel... Er zit toch best wel veel spanning op en best wel veel druk op. En het moment kan maar één keer en het is live. En het hele Vondelpark dat je zo goed kent, staat dan helemaal bomvol kinderen en mensen.
Mensen roepen je naam. Ja. Het is heel raar om mee te maken. Ja. Dus ik had wel echt spanning. Ja. Dus toen het eruit was, dacht ik wel, wow, ja. Wat gebeurt hier? Ja. Heftig. En wat hebben jullie na de uitzending nog gedaan? Ik echt tot heel laat nog een soort handtekeningen zijn uitdelen aan kindjes. Oh, wat leuk. Op de foto geweest en ook pers te woord gestaan. En toen op een gegeven moment heb ik een glas champagne in mijn hand gekregen, weet ik nog. En heel veel gekletst. Er waren allemaal oud-mollen die voorbij kwamen. Maar ook mijn vrienden die zeiden, iedereen is goed gedaan en iedereen is blij. Ja. En, ja, want je hebt het ook heel goed gedaan, want het was de... Laagste pot ooit. Ja. Nou, die kan je weer in je zak steken. Ja, dat is te gek. Ja, dat is leuk. Even kijken. Blijkbaar, veel mensen vragen zich af of Eva Jinek het wist. Omdat ze blijkbaar raar reageerde in een uitzending. Ja, ik heb het gezien. Weet jij daar wat over? Ja, ik heb het gezien. Het was heel grappig. Nee, ze wist helemaal niks. Want je mag het niet zeggen. Nee. Mijn moeder wist het en voor de rest niemand. En, maar zij vertelde ook. Ze zei... Ik voel me net alsof ik langs de politie rij en ik heb niks verkeerd gedaan, maar ik word toch zenuwachtig. Oh, ja. Dat begreep ik zo goed, want ik had haar wel verteld dat ik meedeed. Dus ze wist natuurlijk ook dat ik meedeed, want die afleveringen liepen. Maar zo tegen de finale wordt het natuurlijk best wel beladen. Dus alles wat je zegt. Maar zij wist helemaal niks. Nee. Zij wist niet of ik ging winnen, ze wist niet of ik de verliezend finalist was. Maar ze werd gewoon nerveus van de vraag. Ja. Heel grappig vond. Ja. Ingrid die vraagt zich af, hoe word je gebriefd tussen de opdrachten door? Hoe werkt dat dan? Soms word je een avond van tevoren verteld wat de opdracht is. Mm-hmm. Stiekem, ergens tussendoor, kan ik niet te veel over zeggen. Nee. En soms spreek je af op een... spreek je af. Ja. Dan krijg je instructies. Oké. Maar ik moet er niet te veel over zeggen, want ik wil het toekomstige mollen niet te moeilijk maken. Nee, snap ik. Oké. Even kijken. Oh, Sam die vraagt zich af, in welke opdracht is er überhaupt een opdracht waarin je niet hebt gemold? Een opdracht waar ik niet heb gemold? Ja, ik heb niet gemold in de opdracht de was ophangen. Oh ja. Echt helemaal niet. Die vond je gewoon leuk. Vond ik zo leuk. Ja. Dacht ik, laat hun die was maar ophangen. Uiteindelijk was het ook niet nodig. En uiteindelijk was het ook niet nodig, omdat de groep zo laag werd ingeschat door Evelien en Jamie dat het prima was. Ja. Nee, dus daar heb ik lekker niet in gemold. Oké. Noah die vraagt zich af, wie zou je graag in het volgende seizoen zien? Wie zou ik graag in het volgende seizoen zien? Of is er iemand waarvan je denkt... Ik zou wel iemand willen zien die je er nooit in zou verwachten of zo. Ik zou het wel leuk vinden om bijvoorbeeld Jeroen Pauw of zo. Ja. Dat lijkt me heel grappig. Ja. Of Nelleke van der Krocht. Ja. Vind ik ook heel leuk. Die altijd tussen kunst en kitsch deed. Oh ja. Heel leuk vrouw. Ja. Kijken we hier nog meer. Ja, weet je, eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Kijk, je bent gewoon een pion. Ja. Je bent gewoon een pion in dat spel. Maar een beetje leuke mensen, een beetje... Ja, nee, maar dat komt vast helemaal goed. Ze hebben vast allemaal hele leuke mensen. Ze gaan er allemaal mee beginnen, hè? Ja. Ingrid vraagt, dit wordt mijn laatste vraag. Ingrid die vraagt, ga je nu Moltalk presenteren? Nee, dat doen Margriet en Chris. Ja. Ja, en die doen dat zo ongelooflijk leuk en grappig. Ja. Nee. Zou je het wel leuk vinden om later bij volgende afleveringen nog een keer aan te schuiven? Of, dat gaat denk ik wel gebeuren. Ja. Ja, volgens mij mag je als mol van 2019 mag je af en toe terugkomen. Okay, mag je af en toe terug in je rol. Af en toe terug, ja. Nou, heel erg bedankt voor al jullie vragen. Volgens mij hebben we een hele hoop mysteries op kunnen lossen. En Merel gaat gewoon weer aan het werk vandaag. Ik ook. Dus bedankt voor het kijken.